Ik stond naast een tafel en het verontrustte mij dat ik zo alleen was. En opeens hoorde ik het kloppen, erg zachtjes weliswaar, maar iets maakte zich kenbaar. Het was zo subtiel dat ik moest knielen. Zo vond ik de stoel en ik raakte het hout zoals je tong raakt. Ik legde mijn vinger in een nerf. Het begon onmiddellijk te schemeren en dieren stonden om ons heen. Inmiddels was ik al niet veel groter dan een speldenpunt en innerlijk dronken. De stoel zond mij zijn gedachten, vrij technisch, maar gevolgd door het ruizen van bomen. Voor even, een seconde of drie, werd ik stoel. Het was zalig, zalig, dat hout in mijn wervels, de klop in mijn been. Een bestaan zonder bloed of gedachten. En stil te staan eeuwig en opgetild. En altijd die functie en een innerlijk waaien van de bomen afkomstig.